Hi, welkom bij de derde Pramales van Bodysports. Vandaag heb ik meegenomen Mieke. We gaan er weer lekker tegenaan. Het zijn weer 8 oefeningen, 50 seconden waarbij je de oefening uitvoert. Waarna je 10 seconden hebt om door te wisselen naar de volgende oefening. Wat je voor deze les nodig hebt, is een stoel. En weer 2 dingen met wat gewicht. Bidonnetjes, flesjes wijn of bidonnetjes kan je vullen met grind of zand of whatever. Of je kan gewoon gewichtjes gebruiken als je die thuis hebt. We gaan eerst de oefeningen gaan we een keertje voordoen, alle 8. Mieke zal een paar alternatieven laten zien. Daarna gaan we warming-up doen en dan zullen we daarna gewoon die 8 oefeningen gaan knallen. Als je nou aan het eind van deze les denkt van hey, ik heb nog energie en ik heb er nog zin in, spoel me even terug naar het begin en doe hem gewoon nog een keertje. De eerste oefening zijn hip thrusters. Ik zal hem een keertje op de stoel voordoen. Mieke gaat hem op de grond voordoen. Je plaatst je benen op de stoel. Net hier ga je opstrekken. Zodat je bovenlichaam en je rug 1 lengte wordt. Recht. Zo ga je hem uitvoeren. Zoals je ziet doet Mieke hem op de grond. Alternatief. Tweede oefening is een lunge met 1 been. Ik plaats mijn been op de stoel. Mieke gaat hem weer voordoen zonder stoel. Vanuit hier ga je mooi naar beneden en je strekt weer op. Zorg dat je goed balans hebt en probeer die kracht uit het voorste been te halen. Dan gaan we naar de derde oefening. Is een step-up met de knie. Ik ga op mijn stoel staan. Mieke zal het voordoen zonder stoel. Ik ga vanuit hier ga ik op de stoel stappen en ik strek mijn been op. Na 25 seconden zal ik het even aangeven. Gaan we even wisselen. Op deze manier. Ook weer belangrijk om daar je balans te houden. Daarna doen we een Superman push-up op de stoel. Mieke zal hem doen aan de hoge kant van de stoel. Dan wordt hij wat lichter. Ik zal hem aan deze kant voordoen. Wat je gaat doen, is je brengt je been omhoog. En je maakt daarna een push-up. En je wisselt. Push-up. Best pittige oefening voor de borst. En voor de tricep. Door naar de volgende. Daarna gaan we door naar een plank. Dat is belangrijk voor je core. Mieke gaat hem weer doen op de grond. Je spreekt je been in de lucht en je houdt de plank vast. Je buik is dus de hele tijd aan. Zoals ik al zei, je kan hem ook gewoon op de grond doen als hij te moeilijk is of je wil een alternatief hebben. Deze manier. Daarna gaan we door naar een schouderoefening. Je pakt je gewichtjes of je bidonnetjes. Je begint met de ellebogen in je zij. Breng de elleboog omhoog. Je roteert naar omhoog en je prest hem uit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Op deze manier. Zorg dat je mooi opgestrekt bent, ook in je rug. Oké, één na laatste oefening. Scissors. Gaat op de grond liggen. Mieke gaat hem voordoen op de stoel. Gaat vanuit hier. Benen net boven de grond. Over elkaar bewegen. Je buik is de hele tijd aan. En vergeet niet door te ademen. Oké, laatste oefening. Je blijft liggen. Schouderbladen zijn van de vloer. En je gaat heel taps doen. Benen zijn iets uit elkaar. Schouderbladen van de grond. Gaat je enkels aanlaken. Zo. Probeer hierbij ook weer door te ademen. Hartstikke goed. We gaan beginnen met de warming up. We gaan eerst lekker rennen op de plek. Neem die armen mooi mee en blijf goed doorademen. Even een korte warming-up. Hartslag gaan we even omhoog brengen. Oké, gaan we door naar hakkenbillen. Kom maar. Heel goed, mooi tempo. Oké. En nu even knieën even. Hoge frequentie, hoge knieën. Heel goed, ga door. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En blijf doorlopen. Ga even rechterarm naar voren. Haal die rotatie en die beweging uit die schouder. En niet te veel uit de romp. En naar achter. Heel goed. Oké, andere naar voren. En naar achter. Oké, gaan we even voorlangs. Wissel van arm, welke boven gaat.
wat we zo meteen gaan doen. Is even 5 seconden dribbelen op de plek. Gaan we 3 keer doen. 3, 2, 1. Kom maar. Kom maar. Oké, en rust. Blijf bewegen. Dat gaan we nog een keer. 3, 2, 1. Kom maar. Snel, hè. Kom op. En rust. Laatste keer. In 3, 2, 1. Kom maar. Oké, rust. Schud die benen even los. Schud die armen even los. En dan gaan we beginnen met de eerste oefening. De hip thrusters. 50 seconden oefening. 10 seconden tijd om weer door te wisselen. Wij gaan in de startpositie. 3, 2, 1. Komt ie. Opstrekken. 50 seconden. Hou vol. Je gaat het waarschijnlijk voelen in je hamstrings en in je billen. Maak een mooie rechte lijn. En vergeet niet door te ademen. Nog een half minuut. Ga door. Hou vast. Oké, nog 15. Nog 5, 4, 3, 2, 1, wissel. We gaan door naar de lunge op 1 been. We gaan dus na 25 seconden gaan we even wisselen. Komt-ie. Laag en strek op. Heel goed. Hou je rug mooi recht. Haal die kracht uit het voorste been. Niet te veel naar voren kantelen. Maar blijf recht. Oké. 5 seconden gaan we wisselen. En wissel. Kom. 20 seconden. Heel goed. Hou vol. Gaan we zo meteen door naar de step-up. 5, 4, 3, 2, 1. Mooi. 10 seconden om door te wisselen. Zet je stoel voor je. Nog 5. Nog 3. En dan gaan we. Kom maar. Op. Op. Als je dus te moeilijk is, kan je hem net als Mieke naast je stoel doen. Dan doe je hem wat explosiever. Of als je stoel een beetje gammel is. Veiligheid gaat natuurlijk wel voorop. 2 seconden en dan doorwisselen. Andere been. Kom maar. Vergeet die armen ook niet mee te nemen. Goed opstrekken. Knie tot 90 graden. Nog 10. 5. 2, 1. Oké, 10 seconden rust. Dan gaan we door naar de Superman. Mieke zal hem op de lange kant doen. Op de hogere kant, dan is het iets makkelijker. Ik zal hem op de lage kant doen. Gaan we. Best een pittige. Voor die triceps en voor die borstspieren. Hou vol. Halverwege. Hou vol. Staat hier nog Miek? Mooi. Wij krijgen het lekker warm hier. Ik hoop jullie thuis ook. Even door. Nog 10. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. 10 seconden weer. Hierna gaan we door naar de plank met de been. Oké, komt-ie. 2, 1, plank. Oké, beentje erbij.
Als je meer uitdaging wil, doe je hem op de grond. Hou die core aan. Blijf doorademen, dat is de truc. En niet inzakken met jeuken. Nog een half minuutje. Ga door. Hou vast. 20 seconden nog. Blijf ademen. Oké, nog 5. Daarna gaan we door naar de schouderoefening. Yes. 10 seconden. Pak je gewichtjes. Nou, halters zijn of zoals ons. Mooie bodysport binnen. Gaan we. Op, op, press, terug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kijk. Mooi synchroon. Oké. Ga door. Half minuutje nog. Probeer mooi op te strekken. Elleboog helemaal omhoog. Juist. Hou je been iets van het slot. Geen overstrekte knieën. En ook niet te holle rug. Oké. 10 seconden nog. Hou vol. Kom maar. 5. En dan gaan we door naar de scissors. Oké. Gaan we. Ga maar klaar liggen. Ik ga liggen op mijn matje. Mieke gaat het voordoen op de stoel. Gaan we. Voeten boven de grond. Gaan ze over elkaar bewegen. Schouderbladen zoals je ziet. Zijn ook van de grond. En weer is de truc. Blijf doorademen. Op 15 seconden onderweg. Half minuutje nog. Hou die core aan. Ga door. Nog 20. Niet opgeven nu. Oké, nog 10 hierna. Ga door. Elke seconde telt. 5, 3, 2, 1. Mooi. Even rust. En dan gaan we op ons weer zitten. Positie voor de laatste oefening. De heel taps. Schouderbladen van de grond, benen uit elkaar. Dan raak die helemaal aan. Kom maar. 50 seconden. De laatste. Als je het nou moeilijker wil maken, doe je benen goed eens verder weg. Dan moet je dus wat meer afbuigen. Oké, hou vol. Ga door. Laatste oefening, half minuutje nog. Nog maar 20 seconden. En hierna gaan we lekker door met cooling down. Als je nou denkt, ik ben nog lang niet moe. Spoel hem dan terug. Doe hem gewoon nog een keertje. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Woe! Ga door naar de cooling down. Zoals ik net al zei, mocht je nog meer oefeningen willen doen, kan je nog een ronde, spoel hem even terug en begin opnieuw. Wij gaan lekker de cooling down doen. We beginnen met de benen lekker wijd. En we gaan met de rechterhand gaan naar de linkervoet en we wisselen het af. Even die hamstrings op rek brengen. En even wat rotatie in die romp. Heel goed. Oké. Gaan we weer rechtop staan. Buigen we door één been. En dan voel je als het goed is rek hier aan de binnenkant van je gestrekte been. Hou je bovenlichaam dan mooi recht. Tenen wijzen naar voren. Heel goed. Andere kant. Juist. Hartstikke goed. Oké, dan gaan we even bij onze stoel staan. En dan pakken we boven de enkel, pakken we even je voet vast.
trekt je hak naar je bil. Voel je als het goed is rek aan de bovenkant van je been. Knie wijst naar beneden. Hartstikke goed. En wissel maar, andere kant. Even vasthouden. Heel goed. Oké, brengen we de hand tussen de schouderbladen. Andere trekken we hem iets door. Voel je rek hier in de tricepregio. En wissel. Heel goed. Even vasthouden. Brengen we de rechterhand voorlangs. Druk hem even tegen jezelf aan en hou je schouder laag. Heel goed. En ook deze gaan wisselen. Heel goed. Oké. Doen we de handen in elkaar. Dan reiken we even naar voren. Schouderbladen drukken we uit elkaar en maak jezelf bol. Als het goed is voel je nu wat rek tussen je schouderbladen. Heel goed. Schud nog even die handen los. Schud nog even die benen los. En dat was dan de training. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben gehad. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. En jullie lekker in het zweet hebben gewerkt. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Mieke, bedankt. En tot de volgende keer.